Hey daar! Vandaag lezen we een verhaaltje over Tom en Jerry. Ze gaan naar het circus. Het was zover. Het circus opende zijn deuren. Tuffy had er al weken naar uitgekeken. Hij stond dan ook met Jerry vooraan in de rij om een ticket te kopen. Het zou een leuke middag worden en een hele spannende. De grote tent zat stampvol. Iedereen keek uit naar het optreden. Behalve een kleine, dikke man met een grote snor. Hij zat naast Jerry en fluisterde tegen de man naast hem: "Dit wordt hun laatste optreden. En dan is het circus van mij." Jerry hoorde elk woord. "Het circus heeft geen geld meer," ging de man verder. "Ik zal het al snel kunnen kopen." Jerry had medelijden met de directeur van het circus. Jammer dat hij er niets aan kon doen. Toen klonk het orkest. De show ging beginnen. Door de muziek heen kon je iemand horen roepen: "Ijsjes, popcorn, lollies." Daar had je hem, Tom. Hij had een circusuniform aan en ging rond met lekkers. Toen Jerry de kat zag, wuifde hij. "Twee ijsjes, meneer," riep hij. Tom maakte de ijsjes klaar zonder op te kijken. Maar een man uit het publiek riep: "Wacht eens even, dat zijn muizen. Ik dacht dat hier geen muizen mochten komen." De ogen van Tom glinsterden verlekkerd. Hij gaf de man maar al te graag gelijk. Snel zette hij zijn bak met lekkers neer en vloog achter de twee muizen aan. Jerry twijfelde niet. Vliegensvlug greep hij Tuffy bij zijn poot en vluchtte weg. Jerry en Tuffy stoven langs de rijen over het middenpad naar achteren. Daar renden ze recht op de artiesteningang af. Toen ze achter het gordijn waren, aarzelden ze. Mochten ze hier wel komen? Maar daar hoorden ze Tom al aankomen. Ze konden beter doorlopen, want Tom was niet te stoppen. Er klonk applaus op het moment dat Tom de artiesteningang binnenstormde. De show was nu echt begonnen. Waar waren de muizen naartoe? Tom keek rond. Daar! Ze zaten gezellig op een platform hoog in de nok van de circustent. Snel klom Tom de ladder op. Als hij eenmaal boven zou zijn, zou hij hen grijpen. Met een enkele hap zou hij hen verslinden. Eens boven sloeg hij met zijn klauw. Maar hij vond niets. Ze waren weg. Hij hoorde dat het publiek zijn adem geschrokken inhield. De mensen slaakten kreten van bewondering. Daar waren ze. Jerry en Tuffy slingerden heen en weer aan de trapeze. Haha, nu had Tom hen te pakken. Hij greep de tweede trapeze en zette zich af. Toen maakte hij een fout. Hij keek naar beneden. Wat was hij bang! Daar hing hij dan, op 30 meter hoogte. Zijn trapeze bewoog niet meer. Zijn knieën knikten van angst. En er was niemand die hem kon helpen. Of toch? Jerry zwaaide met de trapeze tot hij vlak bij Tom kwam. De twee kleine helden sprongen naar de trapeze van de kat en landde naast hem. Het publiek had ademloos toegekeken. Ze klapten wild in hun handen. Toen ze allemaal weer veilig op de grond stonden, besloot Tom om de jacht opnieuw te openen. Snel liepen de muizen weg naar de stallen. Daar doken ze weg achter de leeuwenkooi. Tom had niet gezien waar de muizen naartoe gelopen waren en hij bleef staan voor de kooi. Plots was hij verstijfd van angst.
De leeuw had hem bij de keel gegrepen. De leeuw brulde hongerig. Een smakelijk kattenhapje kon er altijd in. Maar Jerry had een ander plan. Hij sprong tevoorschijn. En de leeuw schrok, want hij was bang van muizen. Hij liet de kat vallen en vluchtte weg naar het verste hoekje van zijn kooi. Zo snel hij kon, vluchtte Tom weg. Jerry en Tuffy besloten om terug naar hun plaatsen te gaan. Ze wilden toch nog even van de show genieten. Maar nog voor ze hun stoelen hadden bereikt, stond Tom er alweer. En de kat sprong naar hen toe. Jerry twijfelde geen seconde. Hij greep Tuffy bij zijn poot en vluchtte weg. Ze kwamen terecht in een groep clowns. Ze jongleerden met ballen, kegels en met de muizen. En Tom? Wel, Tom werd uit het kanon geschoten, helemaal naar de andere kant van de tent. Het publiek schreeuwde van enthousiasme. Wat een leuke show, riepen ze. Vooral de muizen zijn geweldig. Dat was het einde van het optreden. De directeur sprak door de microfoon. Jerry, Tuffy en een verdwaasde Tom stonden naast hem. Dames en heren, begon hij. Vanmorgen dacht ik nog dat we het circus moesten sluiten. Maar dankzij deze fantastische muizen en gekke kat blijft het circus bestaan. Jerry, Tuffy en Tom worden een van onze artiesten. Geef ze een daverend applaus. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!